Ja, klopt. Goed, om maar even te zeggen, het is een beetje stelfwerk natuurlijk hier. Mhm, ik weet het. Nou, dus ik expres ook een boog heb, voor een boog heb gezorgd. Oké, dat zijn die twee buffalo's die daar lopen. Ja, die buffels die ga ik mooi ontwijken. Oké, dat is een kill. From a distance. Achievement unlocked. Zo, die is dood. Die is dood. Yes, we gaan voor alle fucking hostages. Oh, dat is een tekening. Er hangen ook posters soms aan muren, die moet je eraf trekken. Ja, heb ik ook gedaan inderdaad. Ja, deze ging heel erg goed. Oh shit, nee, niet. Ah, ja, mooi. Of waren we boog kwijt? Oh, dat is niet best. Nee, die boog is toevallig mijn enige grote goede wapen. Ja, ik vond die boog echt zwaar kut. Waardeloos. Nou ja, het feit dat ik hier nu een soort sniperscope op heb, maakt het al direct een heel stuk beter voor mij. Dat is ook omdat ik die net die twee ook heb makkelijk kunnen herhalen. Ik zit al eens op de quad. Die vrouw net, I'm never going outside again. Maar jullie hebben sowieso geen glas in het raam, dus je bent altijd buiten in principe. Ach ja. Enter, ik ga bij je achterop. Oké. Okay. Lekker achterop. Bike hard, nee, erop, te kwad. Ik heb ze van achteraan gevallen, zeg maar. Werkt ook inderdaad. Kijk. Ik had een skill point gekregen. Zo, we rijden nou op beneden. Ik heb gewoon even een heel stuk afgesneden. Dan gaan we zomaar even jagen. Kijk wat ik eigenlijk nodig als we gaan jagen. Ik heb vooral heel erg hard een hert nodig. Ik heb alles nodig wat ik kan pakken. Drie. Als ik een hert heb, dan kan ik mijn loot weglaten. Ja, dat is net ook wel handig. Moving target. Ik ga even hier naar binnen. Eventjes mijn onzinnige troep verkopen. Actiepad, electric tape, speed, sparkles, actiepad, condoom, elektrische tape en sparklers. Mijn huiden die hou ik lekker. Duiter, die moet jij net ook gaan houden. Ja, daarom wil ik dus mijn lootbag vergroten en daar heb ik alleen nog maar een hert voor nodig. Dus ik denk dat we gewoon even op jacht moeten, zodat we in ieder geval een grotere lootbag hebben allebei. Klopt. Weddingfoto's weer en shit, oké. Okay. Geld wordt verdeeld op het moment dat we iets pakken. Want ik krijg elke keer geld als jij iets pakt. Ja, tegenover de richting ook. Op de map kun je zien waar bepaalde dieren leven. Hebben we sambar dan nodig? Kijken, wat heb ik nodig? Ja, sambar. Nee, die zitten daar toevallig.
Dan gaan we daarheen. Dan gaan we vetjes dichtbij. Vangen. Nou ja, we gaan ze afmaken. We gaan ze niet vangen. Deze kant op. Maak die geit dood. Ik skin hem wel. Dan loopt het daar nog een account. Oh, dat is die ene. We gaan toch wel eerst voor de zandbars. Show. Lekker rijden. Lekker erop. Packard erop de kwad. God. Waarom heb ik altijd dat soort dingetjes in mijn hoofd? Ja, dat weet ik niet. Ik zie ze al lopen. Ze liepen rechts van ons. Dan liepen er twee. Clean kill, double skin. Holy shit. Hup. Ja, ik heb een geluidwapen, dus... Als je die andere ook even doodschiet, dan maar. Ik zie die niet per se. Ja, daar lopen er een paar... Oh nee, dat zijn hele andere beesten. Maar aapjes kunnen we ook gebruiken. Er lopen hier aapjes. Waar zijn de aapjes nou? Aapjes. Daarboven zijn dieren. Of iets. Ik zie schildpadden. Maar schildpad kun je niks mee. Ze kunnen wel dood. Oh, je kan er wel wat mee. Ik heb een schildpad. Woe! Crafting. Oh. Ik heb voor de volgende upgrade van mijn loopback heb ik pigskin nodig. Oké. Okay. Ja, ik heb nog steeds een sandbar nodig. Nou, we gaan die als eerste regelen. Kijk eens wat daar staat. Shit. Oké, dat is een dubbele skin. Nice. Dan heb ik ook eindelijk een grote lootbag. Daar loopt er nog eentje trouwens. Ja, ik moet even een paar keer missen. Wat zijn daar situaties mensen die eraan komen? Oké, ik heb voor de volgende lootbag heb ik 2 pickskins nodig. Ja, wat zijn die twee mensen die er lopen? Dat zijn burgers. Oké. RJ, always a pleasure to see you. Namaste. Ik heb er nog veel pijlen teruggekregen ervan. Kijk, de stunt squad is daar. Daar lopen dieren, daar. Tapjes. Oh nee, nog meer schillies. Schilly, ga dood. Schilly, dood. Ik zit even te kijken.
Er is niet echt een specifiek gebied voor varkens dat we op dit moment hebben unlocked. Dat zullen we nog wel gewoon niet unlocked hebben, maar we komen ze wel tegen. En als we ze tegenkomen, dan schieten we er gewoon gelijk 5 dood. Tenminste, we hebben er 5 nodig in totaal. Jij hebt er 3 nodig, toch? Ja. Nee, ik heb er 2 nodig. Ik had er al 1. Ik zit achterop trouwens. Ja, ik zie het. Ik pak eventjes jou. Gaan we gewoon even naar de bell tower toe. Nou ja, zijn er bij een bell tower. Kunnen direct wat meer ontdekken. Mm-hmm. Nou, een neushoorn, daar beginnen we nog maar niet aan. Nee. Die komen nog wel als we wat sterker zijn straks. Nou, hopelijk komen we nog wat leuke vijandjes tegen. Oké, daar liep de geiten. Ik volg eigenlijk alleen maar de route naar de bell tower toe. Ja, dat is prima toch? Ik denk dat als ik er straight naartoe zou gaan, dat de ding dan lang kapot zou zijn. Trouwens. Daar is hij toch? Ja, ik zie iets anders op. Vraagtekentje. Oh ja, er is wel handig in de draad. Vaak in de buurt van dit soort huisjes lopen varkens. Ik moet een beetje rondkijken hier. My voice? Should I? The voice of Radio Freaky Rock? This is Robbie Ray Rana. You don't recognize that? Right. Robbie Ray Rana. Just call me Robbie Ray, man. Okay, Robbie Ray. What's this about? Dat is makkelijk dat we hebben gevonden. Come find me, man. Wel denk ik weer een nieuwe questgever. Plus zo'n postertje weggehaald. Er is hier ook nog ergens een quest, maar dat is een DLC-quest, dus dan zou jij eerst de DLC moeten kopen. Ja, dat doe ik ook nog op. Dat doen we de volgende keer dan wel, denk ik. Help. Holy fuck. Er is een vijand. Help. Wat gebeurde er? Ja. Die auto's. Help. En waarom ligt jij op de grond? Ja, geraakt door die wagen. Kun je me omhoog helpen, anders ben ik dood zo meteen. Het ziet er toch uit hoe je daar ligt. Predator spawn in 15 seconds, god. Ik heb je geen revive. Ik ben toch niet kwijt. Net iets te laat is blijkbaar. Press spacebar to respawn, oké. Ja. We gaan achter die fucking truck aan. Die is kapot. Die vloog die kant op, zeg maar. Hier, toch maar eerst sambals. Ze schrikken wel gewoon, maar dat maakt niet uit. We kunnen gewoon verder. Vijanden. Karma! Leuk dat ik dat precies in mijn gezicht nu krijg. Ja, oh, ik heb het de tweede keer dat ik karma zie. Ik krijg de hele gezeik over karma in mijn gezicht. Ik kan dus helemaal niks doen.